De logopedist hits de spits met Q-music hits. Met Q-music hits. De logopedist hits de spits met Q-music hits. Met Q-music hits. Yo, ik ben Vincent. En elke week ga ik een ander beroep uitoefenen. Of alleszins, proberen uitoefenen. Of kijken naar iemand die iets aan het doen is. Welkom bij You Make Us Play. Hey, volgende week maandag is het dag van de logopedie. En daarom mogen deze week de logopedisten in Vlaanderen de muziek kiezen op de radio. En ik ben vandaag in Boekhouten. Dat ligt betrekkelijk hard in the middle of nowhere. Maar ik heb in mijn zoektocht naar logopedisten ook hele toffe dingen gezien. Kijk wat ik nu tegenkom tijdens mijn verre reizen door Vlaanderen. Hotel Beau Séjour. Ik ga kijken of dat Klim van Rooyen hier nergens kan tegenkomen. Die moet toch in een van die kamers liggen, hè? En ik heb ook hele toffe logopedisten ontmoet. Zoals Sophie in Sint-Truiden. Of Inne in Kortrijk. En Sarah in Assenede. Hallo. En Eline in Mechelen. En nu ben ik bij Christel uit Boekhouten. Hallo. En Christel werkt hier in het MCA. Christel en ik gaan een aantal oefeningen doen. En jij moet meedoen. En dan ga je zien dat het niet zo gemakkelijk is. Banden binden, banden binden, banden binden. Tintelende tenen, tintelende tenen, tintelende tenen. Koffie met koekjes, koffie met koekjes, koffie met koekjes. Ik ben in Gent en we gaan nu eens even kijken of andere mensen dat ook goed kunnen. En wel met deze zin. De logopedist hits de spits op met Q-music hits. Daar gaan we. De logopedist hits de spits op met Q-music hits. De logopedist hits de spits op met Q-music hits. Oh, zo goed. De logopedist hits de spits met Q-music hits. De logopedist hits de spits op met Q-music hits. De logopedist hits de spits op met Q-music hits. De logopedist hits de spits op met Q-music hits. De logopedist hits de spits met logopedist. De logopedist hits de spits op met Q-music hits. De logopedist hits de spits met Q-music hits. Met Q-music hits. De logopedist hits de spits met Q-music hits. Met Q-music hits. De logopedist hits de spits op met Q-music hits. De logopedist hits de spits op met Q-music hits. De logopedist hits de spits op met Q-music hits. De logopedist hits de spits op met Q-music hits. De logopedist hits de spits op met Q-music. De logopedist hits de spits op met Q-music hits. Sneller! De logopedist hits de spits op met Q-music hits. Yay! De logopedist hits de spits op met Q-music hits. Hé, hey, dat was keigoed, dat was direct juist. Welkom bij de rubriek De drie voordelen van logopedist te zijn. Christel, voordeel 1. Ik ben zelfstandige, dus ik kies wanneer ik wel of niet werk. Voordeel 2. Ik kies ook waar dat ik werk. Ik kan op school werken, ik kan thuis werken of hier in het medisch centrum. En voordeel 3. Ik breng de kindjes heel veel bij, of de volwassenen die ik zie, en ik krijg er ook heel veel voor terug. Dus het is echt gewoon aangenaam werken met mensen. Zoals? Wat krijg je er allemaal voor terug? Soms bijvoorbeeld cadeautjes. Dat is leuk. Ja, ik dacht eerder zo mentaal iets van maar te mentaal... Nee, het is echt gewoon de cadeaus. En, nee. En gewoon shit in the house hebben. Nee, zeker. Bloemen en chocolaatjes, yeah. Nee, zeker niet. Zeker niet. Ah, zeker niet? Nee. Sommige kindjes geven mij heel graag knuffels. Gewoon uit appreciatie. Of soms geven mensen zo complimentjes tussendoor. Dat ze zelf niet per se bedoelen als een complimentje, maar dat je toch weet van ze waarderen mij. Christel, waar gaan we naartoe? We gaan naar Assenede, naar de school Het Ooievaarsnest, om een cliëntje op te halen voor stemtherapie. Is dat uw job ook om die kinderen te gaan ophalen? Wow, je kiest daar eigenlijk voor als logopedist of dat je dat doet of niet. Maar het is gewoon het gemakkelijkste nu voor de ouders dat ik haar ga gaan halen. En uiteindelijk in Assenede wonen 32 mensen. Dus of je dat nu doet of niet... Zeg. Het is echt een heel klein dorp. Ah, Assenede. De enige metropool die ons land nog rest eigenlijk. Hè. Zijn er eigenlijk bekende inwoners in Assenede? Ik denk het wel, maar ik kan ze niet opnoemen. Nee. Zo kom ik nog eens op een school ook. Hè. Wat heb je anders nog gedaan, Roos? Niet veel. Niet veel? Je hebt eigenlijk dus een heel saai weekend gehad. Niet saai, maar gewoon niet veel gedaan. Het is hier druk, zeg. Er wonen hier dus wel duidelijk meer dan 32 mensen. Hè? Ik ga jullie laten doen en dan kunt u verder gaan met je les. Christel, dikke merci. Een bekende inwoner van Assenede, Martijn Heijlen. Oké, okay. Dag!
Dag, veel succes in de kringwinkel. Merci. Wat al direct opvalt als je zo in een bloemenwinkel bent, het is hier altijd koud, hè? Dus ik kan beginnen met dit bijvoorbeeld. Ja. En dan rechtom. Gezellig eigenlijk. Ja, hè? Zullen we met weken doen? Pies en kak schrijven. Zo vele groetjes, pies en kak, Vincent.